Wij produceren hier tomaten van hoogstaande kwaliteit voor de Europese consument met een gezond evenwicht voor mens, milieu en ondernemerschap. Wij doen dat gedurende 30 jaar samen met mijn twee broers. 30 jaar geleden hebben we het bedrijf opgevolgd van ons vader. Wij zijn dus de tweede generatie in de tuinbouw. Toen wij het bedrijf overnamen in 1981, werd er nog volledig in de grond geteeld. Maar daar kwam een methylbromide aan te pas om bodemziekten te vermijden. En methylbromide is een heel giftig product. We waren daar niet zo gelukkig mee. En na het volgen van een studiedag dat er een mogelijkheid was om op substraat te telen, dus grondloos te telen, zijn wij er onmiddellijk op overgeschakeld het jaar nadien in 1982. We schakelden over naar duurzame tomatenteelt, deels uit overtuiging, maar ook voor de eigen gezondheid. De steenwol was het eerste substraat waarin geteeld werd in feite. En nu nog, hoofdzakelijk wordt er in steenwol geteeld, maar er zijn een aantal alternatieven. En een van die andere mogelijkheden is de peltrecombat. Het is een mengsel van kokosvezel en veen. Het is een organisch substraat en dat heeft tot voordeel dat het volledig composteerbaar is. Waar we vandaag nog duurzame meerwaarde kunnen creëren, is vooral op het gebied van het menselijk aspect. Het milieuaspect zijn we al jaren mee bezig. Maar er zijn nog enorm veel mogelijkheden op het menselijk vlak, vooral naar onze arbeiders toe. Zodanig dat wij 2 jaar geleden gestart zijn met een instapdiversiteitsplan. We hebben dat afgerond. Daar werd klemtoon gelegd op de vorming van onze werknemers, hoofdzakelijk allochtonen. Ze hebben een aantal uren Nederlands op de werkvloer kunnen volgen. We hebben dan ook proberen de betrokkenheid bij de arbeid proberen te verhogen bij deze werknemers door wat meer informatie te geven, een uitstap naar de veiling waar zij geconfronteerd werden met de kwaliteitscontrole, hoe belangrijk het is van een hoogstaand kwalitatief product af te leveren. En in de namiddag hebben ze dan nog een korte uiteenzetting gekregen over de biologische bestrijding van insecten. De hommels die zorgen voor de bestuiving van de tomatenbloem. Een bloem is slechts een beperkt aantal uren optimaal bevruchtbaar. Ze geeft dan haar beste geur af, de hommel ruikt dat, gaat erop af om de nectar te verzamelen, maar ondertussen bevrucht hij de bloem, wat een zeer kwaliteitsvolle tomaat geeft, gelijk van vorm en zeer sterk van houdbaarheid. Die hommels werken ook 7 dagen op 7, ze doen dat zeer goed. Als bijkomend nadeel, of wij noemen het een voordeel, kunnen wij geen insecticiden gebruiken om de witte vlieg of andere vijandelijke insecten te bestrijden. Het idealisme, we hebben het misschien meegekregen van ons vader. We zijn de tweede generatie in de tuinbouw. Hij heeft het ons als ondernemer voorgedaan om het steeds beter te willen doen. We hebben het voordeel ten opzichte van een eenmansbedrijf dat we hebben elk onze tak. Herman de oudste doet de teelt. Dirk de tweede, hij doet de techniek, het WKK-verhaal. En ik doe dan personeel en boekhouding. De warmtekrachtkoppeling, dat is een kleine elektriciteitscentrale die wekt via een gasmotor die verbonden is met een generator elektriciteit op. De warmte die bij de verbranding vrijkomt, de rookgassen gaan tot meer dan 500 graden. Die rookgassen gaan weer volledig afkoelen naar 38 graden. Al die warmte hebben wij nodig om onze serre te verwarmen. De elektriciteit echter hebben wij maar voor 3% nodig. De rest gaan wij op het net verkopen. En als de rookgassen afgekoeld zijn en gezuiverd, worden die integraal in de serre gebruikt voor de CO2-bemesting. CO2 is een bemesting voor het blad en hoe meer CO2 wij doseren, hoe beter de plant groeit, hoe meer productie wij ook kunnen bereiken. Wat onze visie is op duurzaam ondernemen, je kan via technische en sociale innovatie steeds de grenzen verleggen.